Dit item voor Doesburg TV is mede mogelijk gemaakt door autobedrijf Ronald in Dieren. Uw adres voor reparatie en onderhoud. Marieke. Dag Maarten. Een lezing over verwerking van verlies ga je geven. Ja. Ja. Wat houdt het in? Eigenlijk houdt het beslaat het alle verliezen van het leven. Dus alle verliezen die we tegenkomen in het leven. En dat is niet alleen met betrekking tot de dood. Want daar associëren mensen het eigenlijk in de eerste instantie aan. Maar het kan een echtscheiding zijn. Het kan ziek worden zijn. Het kan een partner die dementeren gaat zijn. Het kan zijn dat je je kleinkinderen niet meer mag zien. Of een slechte verhouding hebt met je kinderen. Het kan zijn dat je geen kinderen kan krijgen. Of dat je je status en je geld verliest. Of dat je erachter komt dat je van het ene kind meer houdt dan van het andere. Wat je nooit van jezelf verwacht had. Dat gaat voor mij allemaal onder de vlag van verliezen. Oké, ja. En wat ga je de mensen dan meegeven dan in zo'n geval? Ja, nou, in de eerste plaats hoop ik natuurlijk herkenning. Want mensen zeggen, oh, maar wat ze nu staat te vertellen gaat ook wel over mij. En in de tweede plaats hoop ik mensen gereedschappen en handvatten aan te reiken die ze kunnen gaan herkennen tijdens een verliesproces en ze dan gaan inzetten als gereedschappen. Mag ik een voorbeeld geven? Ja. Bijvoorbeeld boosheid. Dat is een gevoel wat negatief gemerkt wordt, maar eigenlijk is het een gereedschap om ons in onze kracht te zetten. Dus na een heftig verlies, of na een verlies überhaupt, is er altijd iets van boosheid. En als je dan weet dat je boosheid een gereedschap is om in je kracht te gaan staan, dan zul je veel minder gaan projecteren op andere mensen. Of om dingen boos worden die er eigenlijk niet toe doen. Dat zijn dan de signalen die je krijgt om voor jezelf te leren te vertalen van wat zegt dit gevoel mij, wat is de functie ervan en hoe kan ik het tot uitdrukking brengen wat bij mij past. En daar ga ik een heleboel voorbeelden over geven. Nou, ik begrijp dat jij een beetje expert bent op dat gebied. Hoe ben je zo aan die wetenschap gekomen? Heb je ervoor gestudeerd of is het een ervaring die je zelf hebt opgedaan natuurlijk? Het begon met eigen ervaringen, ja. Dat ik vastliep in eigen verlieservaringen. In 2 jaar tijd, mijn moeder stierf, mijn neefje verdronk en ik kreeg 2 miskramen. En toen liep ik zo ontzettend in mezelf vast. Nou, toen heb ik hulp gezocht. En toen attendeerde iemand mij op een lezing in Deventer van Elisabeth Kübler-Ross. En zij was 30 jaar geleden de autoriteit in de wereld op het gebied van rouw en verlies. En ik was zo enorm van haar onder de indruk. Ik deed toen al een studie psychosociale kennis om psychosociaal therapeut te worden. En ik heb gespaard en ik ben naar Amerika gegaan en ik heb bij haar de opleiding gevolgd. En die werkwijze heb ik mee naar Nederland genomen. Gebruik ik nog steeds grotendeels, maar er is natuurlijk in de loop van de 30 jaar ook wel wat veranderd in onze kijk op het gevoel, het uiten van gevoelens en het begeleiden daarvan. Maar dat was mijn eerste aanzet. Toen ik haar zag praten, dacht ik, ze heeft het over mij. Ja. En dat hoor ik ook vaak als ik lezingen geef, dat mensen dat nu bij mijn lezing hebben. Van, nou, ze heeft het over mij. Ja. Hartstikke goed. De lezing zelf, wanneer gaat het plaatsvinden? Vrijdag, 28 oktober, ja. In de Martinikerk. Begint om 19:30 en de toegang is gratis. Oké. Mensen kunnen gewoon binnenlopen? Mensen kunnen gewoon binnenlopen. En het duurt ongeveer tot? 9:30. Half 10. Ja, en er is tussendoor een 20 minuutjes pauze voor een kopje koffie, een praatje. En de afloop kunnen ze met jou nog eventjes. Absoluut. En ik heb ook een paar collega's bij mij die al 30 jaar bij me werken, waar de mensen in de pauze ook vragen aan kunnen stellen. Oké. Ja. Nou, hopelijk dat er heel veel mensen komen. Want ja, iedereen heeft wel een verliesmoment natuurlijk te verwerken. Er is geen leven zonder verliezen. Nee. Dankjewel. Graag gedaan. Dit item voor Doesburg TV is mede mogelijk gemaakt door autobedrijf Ronald in Dieren. Ook iets te vervoeren? Vraag naar onze scherpe huurprijzen.